Het gaat snel met Guus Teel. De 19-jarige middenvelder speelt pas een jaar bij de hoofdselectie, maar lijkt nu al een basisplaats te hebben. Al ziet hij dat zelf anders. Ik heb er nu natuurlijk pas één op zitten. Dus om me nu al basisspeler te gaan noemen, dat vind ik nog te vroeg. Natuurlijk ben ik wel blij dat ik erin sta bij de eerste elf. Maar het gaat mij vooral om hoe ik speel en niet of ik op het formuliertje sta of niet. Vejenovic, mooie paas. En die wordt nog aangeraakt en zoet. Til er dichtbij. Als ik iets heb bereikt, dan kijk ik al heel snel weer naar het volgende. Ik wil altijd door, dus vandaar dat ik altijd streef naar het volgende doel. Zie je dat ook als je kracht? Ja, maar ook valkuil. Alle twee. Zo klaar? Kracht omdat ik een bepaalde drive vanuit binnenuit heb. En valkuil omdat het op mentaal vlak niet altijd even makkelijk is. Maakt het jezelf vrij zwaar. Til. Als je altijd heel kritisch bent, dan kan je je voorstellen dat het niet altijd even lukt. Dan als je heel gemakkelijk bent, dan ben je er altijd wel tevreden mee. Maar als je kritisch bent, dan lukt het niet altijd even. En dan zit je soms wel eens even met jezelf in de knoop. Vorig seizoen debuteerde Til in de competitie tegen PEC Zwolle. En hij scoorde gelijk. Schot van Til en die schiet hem erin. Bij zijn debuut in de Eredivisie. Maakt hij de 2-0 en is het ook meteen beslist. Na zijn debuut stond Til ook een aantal keren in de basis. Maar vaak genoeg zat hij ook op de bank of op de tribune. Ja, het was met pieken en dalen inderdaad. Maar ja, dat hoort erbij. Maar dan, omdat je natuurlijk heel kritisch van jezelf bent, wat je zegt, dan lijkt me dat wel lastig. Dat je meer wil geven, wil brengen, maar dat kan dan niet. Ja, klopt. Maar ik heb wel juist om mensen om me heen die me daarmee helpen. De trainer heeft ook wel vaak met me gesproken vorig jaar. Dus ik wist wel waar ik aan toe was. En op dat moment maakte ik me er niet heel erg druk om. Het viel wel mee eigenlijk. Ik wist dat mijn tijd nog was zou komen. Voorzet Delassani, dat is een goede bal. En goal! Doelpunt van Guus Til. Fysiek heb ik de afgelopen jaren echt stappen gemaakt. En ik merk ook dat ik steeds beter in het duel ben. En dat ik niet meer opval als het jongetje, maar een van de ben, zeg maar. En dat is wel positief. Maak je dat trots? Jawel. Want wat denk je dan? Ik vind het gewoon lekker dat ik niet meer gezien word als het jongetje, maar gewoon een van de kerels die op het veld staan. Til is kritisch naar zijn eigen spel, maar vooral ook bescheiden over zijn doelstellingen voor aankomend seizoen. Als ik minimaal, laten we zeggen, 10 wedstrijden in de basis ben begonnen. En ik wil toch ook wel een aantal goals maken dit seizoen. Belangrijk zijn. Die 10 wedstrijden, is dat niet heel bescheiden? Vind je? Nou ja, kijk, gezien hoe je nu bezig bent. Ja. Ja, misschien ook wel, hè. Ja, laten we er maar 15 van maken.